Hoi, ik ben Antoine van Expert en vandaag heb ik voor jullie de Sonos Arc, de opvolger van de Sonos Playbar. Een soundbar met 3D-geluid, alsof je in een concerthal of bioscoopzaal zit. Het klinkt futuristisch, maar de nieuwe Sonos Arc heeft het. Vandaag nemen we een kijkje wat deze soundbar ons nog meer te bieden heeft. Wat ik zelf altijd belangrijk vind bij apparaten zoals een soundbar, is hij subtiel weg te werken in het interieur. En natuurlijk valt een soundbar altijd op, maar de Sonos Arc is zeker geen doorn in het oog. Zoals bij veel soundbars kun je ervoor kiezen om hem onder je tv te leggen of hem aan de muur op te hangen. Het statuslampje van de Sonos Arc past zich aan de hoeveelheid licht in de kamer. Zo blijft hij altijd zichtbaar, maar is het nooit zo fel dat het afleidt. De Sonos Arc is zowel in het zwart als in het wit leverbaar. Hang je hem nou aan de muur, dan zit er achter in de soundbar een magnetische sensor. Deze registreert de muurbevestiging en stelt de equalizer, de toonregelaar in de soundbar, automatisch bij voor het beste geluid. Hoe je hem nou zelf installeert, dat laten we je straks zien. Geen zin om van de bank af te komen? De soundbar kan ook gewoon met je stem bediend worden. Zo kun je handsfree je muziek afspelen, zet je wekkers of alarmsignalen en nog veel meer. Ben je nou niet zo'n fan van stembediening, dan kan de microfoon ook gewoon uitgeschakeld worden. Een van de nieuwe functies van de Sonos Arc is het 3D-geluid van Dolby Atmos, een techniek die Sonos nu voor het eerst toepast in haar apparatuur. De naar boven gerichte drivers in de speakers zorgen voor een multidimensionaal geluidsveld. En zo ervaar jij het geluid echt om je heen. De soundbar kan zichzelf aanpassen aan de omgeving door middel van TruePlay tuning. De Sonos Arc optimaliseert dan het geluid voor de akoestiek van je kamer. En zo klinkt het geluid eigenlijk altijd op zijn best in elke kamer. Belangrijk detail, je hebt wel een Apple-apparaat nodig om van TruePlay gebruik te kunnen maken. De Sonos Arc maakt ook gebruik van het nieuwe HDMI EARC. Wat dit doet, het verstuurt eigenlijk de audio van je tv in de hoogste kwaliteit en zonder vertraging naar je soundbar. En dit zorgt voor een weergaloos geluid. Heb je wel eens last van dat je de stemmen bij een film of een programma niet goed hoort? Met de Sonos app zet je heel makkelijk de spraakversterking aan. Deze zorgt ervoor dat de dialogen van bijvoorbeeld filmpersonages duidelijker klinken als ze zacht praten of tijdens intense actie. Na spraakversterking pas je in de app nog meer dingen aan, zoals de lage en hoge tonen. Je kunt ook gebruik maken van de nachtmodus. Die zorgt ervoor dat harde geluidseffecten niet te hard zijn en je niemand per ongeluk wakker maakt. Het installeren van de Sonos Arc is vrij gemakkelijk. Stel, je plaatst hem onder je televisie. Dan zet je hem gemakkelijk neer en hoef je eigenlijk maar twee dingen te doen. Je sluit de voedingsbron aan en je sluit hem aan op de tv. Als je tv nu uit is, kun je alsnog genieten van muziek, radio of bijvoorbeeld podcast. En dat gebeurt dan via wifi met de Sonos app of met Apple AirPlay 2. Ben je een fanatiekeling qua surround sound? Dan kun je je luisterervaring nog meer verbeteren door bijvoorbeeld twee extra Sonos One speakers erbij te halen. Om meer basgeluid te creëren adviseren we om uit te breiden met de Sonos Sub. Op die manier wordt het een echte 5.1 surround opstelling. De Arc, de nieuwe premium soundbar van Sonos. Het is een mooi, strak product dat echt wel een prominente plek in je woonkamer verdient. Het geluid is geweldig en met de Dolby Atmos is het al snel een wereld van verschil met andere soundbars. Al helemaal met een kleine uitbreiding voor de echte surround ervaring. De bas van de Sonos Arc is sterk en hij bevat allerlei topfuncties zoals TruePlay om jouw luisterervaring helemaal perfect te krijgen. Vind je hem nu toch wat aan de dure kant? Dan kun je overwegen om bijvoorbeeld voor de Sonos Beam te gaan. Die is kleiner en heeft geen Dolby Atmos, maar is wel voordelig. Ben je nu, net als ik, heel enthousiast over deze Sonos Arc? Bestel hem dan direct of kijk voor meer informatie op expert.nl. Heb je nu toch nog vragen over dit product? Laat het dan weten in de reacties. En als je voortaan dit soort video's van Expert niet meer wilt missen, abonneer dan ook even op ons kanaal. Tot ziens!